zeer goede morgen allemaal. Ik ben me nu aan het klaarmaken voor de school. En dat is toch wel een beetje zin om gesloopt, want ja, ze gaan voor de eerste keer mijn haar te zien. Even kijken welke trui ik ga aandoen. Dus dat ben ik ook aan het bekijken eigenlijk, welke trui ik ga aandoen voor school. En zo ben ik allemaal. Het gaat wel, ik weet niet hoe het koud gaat zijn buiten, maar... Dus, even mijn trui pakken. Zo, dat is mijn trui. Nou, petje op. Maar een beetje... groter. Zo. En dan kunnen we bijna vertrekken eigenlijk naar school. Ik heb een korte broek aan. Zo, ziet er echt wat stoer uit. Echt, ja, gewoon cool. Niet meer of niet minder. Gewoon cool. Dus, en dan kunnen we vertrekken. Het is toch wel leuk eigenlijk om jullie zo mee te kunnen pakken in het verhaal. Dat vind ik zelf. Dus, let's go. Ik weet natuurlijk niet hoe ver. Het is niet zo super ver. Normaal doen we dit met de fiets. Maar het is de eerste keer dat we echt te voet gaan. Dus, dat heb ik nog nooit gedaan eigenlijk. Dat is de eerste keer dat we het echt te voet gaan doen. Dus ik ben echt wel eens benieuwd hoe dat gaat zijn. Eigenlijk. Heel benieuwd eigenlijk. Om de, dus voilà, draait om te vertrekken. Spannend hè. Ik vraag me gewoon af hoe dat die gaan reageren als die mijn haar aanzien. Gaan die verschieten? Gaan die zoiets hebben? Oké, okay, is normaal. Normaal gezien denk ik al gaan verschieten, maar je weet het natuurlijk niet en dat maakt het natuurlijk al spannend. Dus je weet niet goed hoe dat die gaan reageren natuurlijk en dat maakt het wel dat het zo, ja, voor mij ook wel een beetje gestrest is. Ik ben vandaag naar school geweest. Het was leuk. Het was vooral heel veel moederdag en zo. Dus, en ik kijk het nu posten. Want ik heb voor twee, ik heb er nog voor twee mensen een verrassing. Maar bij die één persoon kan ik dat niet opsturen omdat ik de adres niet heb. En met de ander die woont hiernaast. Dus ja, dan hoef je dat ook niet op te sturen. Hoor. Dan sta je. Dan hoeft dat ook niet. Hoor. Dus daarmee. Ga ik je straks even laten zien. Maar ik vind het wel speciaal. Ik hoop dat het veilig toekomt. Ik heb er twee postzegels opgeplakt. Ik hoop dat dat genoeg is. Dus, en nu naar de bierbus, zodat het zeker op tijd aankomt, want zondag is het moederdag. Ik weet dat zij niet mijn echte mama's. Dat weet ik, want mijn echte mama ligt is dood. Maar ze zorgen eigenlijk wel een beetje zoals... Maar, en als je dan zoiets knutselt en zo, dan wil je dat toch wel graag aan iemand kunnen geven eigenlijk. Er is er nog één extra voor op het kerkhof te plaatsen op moederdag. Dus ik vind het wel speciaal om het niet eventjes zo te doen. Dus ja. Dus ik heb ook eens filmen met de gsm. Dat ik al een sluiertje zetten op TikTok. Hoe noemde dat? Sluier van de tip. Het is wel veel wind hè, dat het niet gaat wegwaaien. Dat zou niet goed zijn.
dan ga ik straks eten. Dat is al wat later dan voorzien. Maar ja, als er begeleiding komt, kun je niet altijd filmen. Dus daarom. Voilà. Hier zijn we dan. Casino dat ik jullie eens kan ophouden, zouden we dat beide kunnen filmen eigenlijk. Dat we dat in de brieven steken met de gsm. Dat denk ik, dit dat ik jullie op de bank ga zetten. Hoe lang er niemand passeert. Momenteel zie ik niet in waarom het een probleem zou kunnen zijn. Kijk. Kijk hem. Daar is de brievenbus. Namelijk. Terug er echt naar worstenbroodjes. Nee, echt, hier is het terug naar worstenbroodjes, mannetjes. Is echt wel lekker.